leren in een reuzenrad. Bij Hof & Brouwers Techniek doen ze het gewoon. Zij nodigen iedereen uit om vandaag in een ritje in het reuzenrad kennis te maken met het mooie bedrijf. Ik sta bij iemand die speciaal naar de Tilburgse Kermis is gekomen om een ritje te maken in het reuzenrad bij Hof & Brouwers. Klopt. Hoe is dat, solliciteren in een reuzenrad? Ja, bijzonder. Het was een leuke ervaring. Het was goed warm, maar heel leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb nog nooit in een reuzenrad gepresenteerd. Nee, ik heb ook nooit een bedrijf gehoord die dat zo op deze manier doet. Ik krijg ook vooral het idee dat Hof & Brouwers een heel leuk bedrijf is, ook omdat ze zoiets maf doen eigenlijk. Ja. Henny, nou zit ik zomaar in één keer op de Tilburgse Kermis met jou in een reuzenrad. Ja, mooi hè? Ik vind het bijzonder. Ja. Er komen er veel mensen op af? Ja, we hebben wel een aantal sollicitanten gehad, maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen ook zien, misschien hoeven ze niet meteen te komen solliciteren, maar het gaat er ook om van, hé, bij wat bedrijf kom ik nou terecht? Ja. En ja, dat ze zien van, hé, Hof & Brouwers is een leuk bedrijf, die doet het gewoon net even anders. Ja, mooi. Hoe sluiten we vandaag de dag af met een goed gevoel? Met een goed gevoel en een pilsje, denk ik.